De buit van vandaag, jongens. Goedemorgen. Of eigenlijk is het alweer middag. Het is 2:30 en ik heb het grootste gedeelte van de ochtend in bed doorgebracht. Omdat ik nog steeds niet helemaal fit ben. Het is al wel iets beter. Mijn lichaam doet nog een beetje zeer. Maar de grootste slaap en slapheid is er geloof ik wel af. En om deze hele dag nou weg te gooien is ook een beetje zonde. Al doe ik dat nu alsnog, want ik ga straks bij JJ eten. En daarna gaan we naar IKEA. Dus ik kan niet zeggen dat er nog echt wilde plannen zijn. Ik denk dat ik gewoon op de bank ga liggen. En mijn vlogcamera moet opladen, zie ik. Dus ik moet de was ophangen. Ik moet even wat huishoudelijke taken doen die ik echt niet kan laten. En ik heb de freaking koud. Sta ik hier in mijn hemdje. Misschien moet ik gewoon eerst weer lekker douchen. Dan kan ik even warm worden. Ik denk dat ik daar wel zin in heb. Nou. Ondertussen wordt hier gewoon een heleboel gesloopt. Altijd op die kattenbak. Oké, jongens. Ik ga even een beetje nog wakker worden en nog opfrissen. En dan... daarna weet ik veel. Ik ben een warhoofd. Sorry voor dit warhoofd. Met z'n tweeën op één kattenbak. Eerst het ding eraf donderen. En dan vervolgens met z'n tweeën op één kattenbak gaan zitten. Oh, en alle twee kakken ook nog. Oh, heerlijk dit. Tjonge, jonge. Als je dan toch bij de IKEA bent, dan kun je bij taart eten. Ja. Maar dan is het, welke taart ga je eten? Ja. Tiramisu. Soppig, hebben we net even voor jullie gevoeld. Ja. Cheesecake is niet lekker. Vinden we. Hou ook niet van nootjes. We houden ook niet van nootjes. Ik heb al gekozen. Ja, ik heb de Dame, zeg je toch? Of zeg ja. je? Ja. Dame. En je hebt gewoon appeltaart, maar dat is een beetje saai. Ja. Maar deze, ik ga ook speciaal op inzoomen. Wacht. Niet soppig? Nee. Hij ziet er ook wel echt lekker uit. Maar we hebben ook wel te veel kanten. En dan wil ik ook een hapje. Ja. Okay. Doen we delen. Oh, dat kan ook. Half en half. Ja, goeie deal. Ik vind dit dus echt een van de leukste afdelingen. Beddenhoezen. En ik moet sowieso nog hoeslakens. Dus ik ga lekker een roze nemen. 1,60. Ik twijfel of mijn bed 1,60 of 1,80 is. Maar ik denk 1,60. En dan heb ik gewoon nog een witte. Is 10 euro duur trouwens. Of 8 euro, 9 euro, 8,99. En dan gaan we je ditje zoeken, want die ben ik alweer kwijt. Ik laat haar ook mooi lopen met het karretje dat vol zit met mijn spullen. Hallo? Oh, ik zie je ditje wel lopen, maar ik zie geen karretje. Karretje. De buit van vandaag, jongens. Ik was minder geld kwijt dan ik dacht. Ik dacht dat ik over de 300 ging en ik zat nog niet op de 250. Alle spullen staan binnen. Het was echt nog best wel gesjouw. Vooral dit kleine kastje. Maar ja, ik ga er een shoplog van opnemen. Die staat voor jullie al online. Dat is van afgelopen vrijdag. En het is al 11 uur. Dus ik ga nu mooi alles laten staan. En dan ga ik morgen wel eens kijken wat we ervan kunnen maken. Ik ga lekker vroeg mijn nest in. Daar heb ik echt heel erg zin in. Oh, ik zie er ook echt wit uit. Ik stuur een foto naar mijn moeder. Want die zei... Ik heb je zo weinig gezien. En hoe gaat het met je? Dus ik stuurde een foto van ik ben met JJ in de IKEA. En toen stuurde ze terug. Oh, je ziet zo wit. Dacht, ja, hallo. Die kop van vandaag die was niet echt een succes. Oké, ik ga lekker douchen. Slapen. Het is koud in dit huis. Maar ik wilde de verwarming niet meer aanzetten. Want ik dacht, dat heeft voor het laatste uurtje dat ik nog uit bed zit geen zin. Of zo. En de wasmachine staat nog 46 minuten aan. Oh, sorry. En dan moet ik eigenlijk wel even op wachten. Dus het wordt een lange douche sessie. Dat kan ik wel vast vertellen. Bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen. Goedemiddag. Ik realiseer me dat het beeld hier niet helemaal geweldig is. Maar ik zie er momenteel ook niet zo geweldig uit. Het is 1 uur 's middags.